Hey jongens. Hey Arjan. Hi. Ik ben net terug van de EFSO-beurs uit Stuttgart. En wat ik daar heb gezien is dat de wereld is klaar voor waterstof. Alles is er, alles kan. Alleen nu moeten we het gewoon gaan doen. En wij gaan beginnen door zelf te rijden op waterstof. Dat er heel veel grote plannen zijn. Heel veel goede plannen. Maar ook dat de uitvoerbaarheid daarvan wat verder van ons weg ligt. Wij daarom met Twinning Energy op de goede weg zijn door het plat te slaan, een tankvulpunt bij bedrijven te realiseren, auto's inzetten en het gewoon gaan doen, gewoon gaan rijden. Op die manier maken we het ook grootschalig. Als er meerdere van dat soort oplossingen bij klanten neergezet worden, dan hebben we binnen een vrij korte tijd gerealiseerd dat het interessant is om infrastructuur te bouwen en gewoon heel veel meer op waterstof te gaan rijden. Dus eigenlijk, als ik jou hoor, dan wil jij gewoon het liefste aan de slag. Ja, dat is ook zo. En dat gaan we ook doen. We gaan volgende week met de eerste nieuwe Nexo in Nederland gaan we ook rijden. We hopen dat er snel meer komen natuurlijk. Maar wij zijn daadwerkelijk bezig met het doen. Het acteren. Zorgen dat we duurzaam naar de toekomst toe werken. En inderdaad, gewoon aan de slag gaan en het gewoon. Het zijn allemaal kleine stapjes, maar die hebben echt veel effect in het versnellen van de komst van waterstof als onze toekomstige energiedrager.